Rotary betekent voor mij iets terug kunnen geven aan een gemeenschap en een wereld waar ik al heel veel van gekregen heb. Maar wat betekent het voor jou? Goed bezig zijn voor anderen die het hard nodig hebben. Niet lullen, maar poetsen. Iets doen voor een ander. Je doet iets voor je gemeenschap. Heel daadkrachtig. Heel positief in het leven staan. Vriendschap. Internationale contacten. De servicegedachte daarbij had ik natuurlijk als nummer 1 moeten noemen. Rotary. Wat is Rotary? Stel je zit bij je schoolmoeder op de bank tijdens haar verjaardag of bij koffiezetapparaat en er komt een collega naar je toe of een familielid die weet dat je Rotariër bent geworden. En die stelt je deze vraag. Ja, het is dan niet vreemd als je even met de mond vol tanden zit omdat je niet precies kan uitleggen. Zij denken vaak dat je lid bent geworden van een of ander geheim genootschap of de hoofdprijs hebt gewonnen in de staatsloterij. Want ja, wat is Rotary eigenlijk? Het is moeilijk te zeggen, ik weet het. Ik ben sinds 2008 Rotariër en ik weet het zelf ook nog niet in één zin uit te leggen. Natuurlijk, laten we er geen doekjes om winden. De Rotary heeft het imago van een gesloten club bestaande uit mensen met geld. Veel geld. En helaas is het vaak ook waar. Dat van het geld tenminste. Maar Rotariërs hebben ook een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun samenleving. Soms dichtbij, soms veraf. En dan is het de bedoeling dat je samen met je clubgenoten de handen uit de mouwen steekt om iets voor je medemens te doen. En dan moet je mij nu vertellen wat er daar mis mee is. Op een verjaardag of bij een koffiezetapparaat vertellen dat je iets doet voor je medemens. En, onthoud ook één ding, de Rotary is opgericht in 1905 en is daarbij de oudste serviceclub ter wereld. Oké, nu ben je lid en dan krijg je plotseling een hoop termen om je heen. Ik bedoel, fellowships, classificaties, avenues. Er is zelfs iemand ertussen die gouverneur heet. Ja, wat moet je met al die termen? In wat voor club ben je toch in godsnaam beland? Oké, de avenues. De club is gebaseerd op 4 belangrijke pijlers. We hebben de club service, de vocational service, community service en international service. En al deze services lopen vaak ook door elkaar heen en dat maakt het allemaal niet makkelijker, geloof me. Om het voor jezelf een beetje inzichtelijk te maken, moet je de Rotary voorstellen als een boom. Ja, dan beginnen we bij de wortelen, de wortels. Dat is de club service, dat zijn de leden. Dan heb je de stam van de boom. Dat zijn de vocational services, dat zeg maar, zijn de beroepen van de mensen van de Rotary. En dan krijg je de community service en de international service. Dat zijn de vruchten die uit die boom komen door het werk wat deze mensen allemaal doen. Heb je dat? We beginnen bij de club service. Dat zijn de wortels waar 21.000 leden in 480 clubs wekelijks vanuit gaan. Club service, het gaat natuurlijk over de organisatie. Maar het is ook dat Rotariërs gewoon wekelijks gezellig bij elkaar komen om gewoon een goede tijd te hebben. En dat noemen we fellowship. En dan de vocational services. Deze avenues gaan over de beroepen van de Rotariërs. Het is ook belangrijk van hoe draag ik het ideaal van de Rotary uit in mijn beroep dagelijks of in andere activiteiten waarmee ik bezig ben. Een van de avenues van Rotary is vocational. Vocational staat eigenlijk voor dienstbaarheid vanuit beroep. Heel veel clubs vinden dat lastig om dat in te vullen en toch zijn er heel veel concrete dingen die je kan doen. Enerzijds elkaars beroepen leren kennen, maar ook integriteit en normen en waarden en communicatie en samenwerking. Dankjewel Monique. En voor deze normen en waarden heeft de Rotary de 4-way test. Elke Rotariër zou zich voor elke handeling 4 vragen moeten stellen. De eerste is het waar? Daarna, is het billijk voor alle betrokkenen? Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? En komt het alle betrokkenen ten goede? Zo simpel is het. En dan komen we boven in de boom. Community service. De Rotary heeft 1 belangrijke slogan. Serve above self. Maar het woord community zegt het al. Het gaat om de samenleving. De handen uit de mouwen steken om samen iets voor de samenleving te doen. Maar Rotary doet ook aan wat wij noemen fundraising. Geld ophalen voor een goed doel. Dat is ook community service. En dan de rest van de boom. International service. Want Rotary kan je internationaal gerust noemen met 1,2 miljoen leden in 165 landen. Officieel gaat het om het bevorderen van goodwill, begrip en vrede tussen culturen en mensen uit verschillende landen. En dat doe je door betrokkenheid te tonen bij mensen in die andere landen. Ja, het is allemaal ingewikkeld en het klinkt heel hoogdravend, maar Rotary geeft daar handen en voeten aan door hele concrete projecten uit te voeren. Van International naar Rotary Foundation is een kleine stap. De Rotary Foundation is een organisatie die zeg maar alle humanitaire en ontwikkelingsprogramma's van de clubs ondersteunt. En geloof me, het is geen kleintje. Dus alle projecten waar Mark het net over had, water- en polioprojecten, worden door deze organisatie met geld ondersteund. Wist je trouwens dat de Foundation 1100 studiebeurzen per jaar aan studenten geeft om in het buitenland te studeren?
En daarom is de Foundation de grootste organisatie in de wereld die dit doet. En dan nu de jeugd. Er gebeurt zoveel bij de jeugd dat je geen idee hebt waar de Rotary allemaal mee bezig is. Korte en lange uitwisselingsprojecten, maar ook projecten speciaal bedoeld voor kinderen van niet-Rotariërs. Nou, dat was dus de Rotary in een notendop, of beter gezegd, Rotary als een boom. Houd dat beeld vast, houd het goed vast. Zodat als je schoonmoeder de volgende keer vraagt, dat Rotary van jou, wat is het eigenlijk? Dat je weet wat je kan zeggen. Natuurlijk kan je voor extra informatie ook even naar de website gaan, want we hebben helemaal niet alles gezegd wat er te zeggen is. En dan ben je nog veel beter geïnformeerd. Oh ja, dit nog tot slot. Onthoud het goed. Rotariërs houden van gezelligheid en een goed glas wijn.